De Stichting Vrouwenpolitieke Alliantie Suriname, VEPAS, heeft samen met de organisatie Giving Back uit Nederland, bestaande uit vrouwelijke professionals, de jaarlijkse kerstviering van de Blindensoos ondersteund. De Stichting Blindenzorg Suriname heeft samen met haar personeel genoten van deze gezellige kerstviering. Directeur Natasha Hanenberg-Achard maakte van de gelegenheid gebruik om de mensen die de stichting het heel jaar hebben ondersteund te bedanken. We gaan door met dankbaarheid omdat we deze dag hebben mogen vieren. We zijn hier. Een aantal van ons, een paar van ons, kunnen deze dag niet meer zien omdat ze ons voorgegaan zijn. Maar wij zijn er nog. En we gaan verder. We gaan 2019, zo de Heer het wil, gaan we binnenstappen. En we gaan iedereen gedenken die met ons is geweest in dit jaar. Alle gulgevers, iedereen die heeft bijgestaan dat we vandaag nog als NSBS bestaan. En dat als jullie als doelgroep een mooie kerst tegemoet kunnen gaan. Eerder op de ochtend ben ik hier binnengekomen terwijl die stichting bezig was die pakketten uit te delen. En ik vond het zo'n mooi gezicht. Iedereen met zo'n mooi pakket voor zich. Ook al heb je misschien gebrek, ook al is het niet altijd even goed gegaan. Kade ik kree, kade wansanipsa, anat robi. Vandaag, we vieren kerst vandaag. We gaan kerst vieren tot eind van het jaar, het maakt niet uit. Maar kerst is niet gewoon kerst om alleen maar te ontvangen. Het is ook om dankbaarheid, om dankbaar te zijn en om ook weer te geven aan anderen. Je zag dus Natasha Hanenberg, directeur van de Stichting Blindenzorg Suriname. Een van de vrijwilligers van de Stichting VEPAS, Ruud Weidenbos, wees de aanwezigen erop hoe belangrijk vrede en geluk is voor de mens. Ik heb kennis gemaakt met de vrijwilligers van de blinde zoos. En ik ben geweldig trots op ze. Toch dat ze ook dit weer bij elkaar hebben kunnen trekken. En iedereen vragen een donatie hier, een donatie daar. En jullie gaan een verschrikkelijk leuke dag hebben. Een verschrikkelijk leuke ochtend. Maar voor de vrijwilligers wil ik een groot applaus hebben. Ons thema voor vandaag is hoop en beterschap. Maar omdat het kerst is en kindje Jezus geboren is op kerst, blijdschap, u weet toch wat de engel gezegd heeft, vrede op aarde in het mensen, dat is welbehagen. Dat zei de engel, dus er is ook vrede bij. Dus wie ruzie met elkaar heeft, of op Chimandi Mandi, vrede, liefde, hoop, stralen we uit. Dus we gaan het allemaal goed maken. Al is Ruud Weidenbos een van de vrijwilligers van de Stichting Vrouwenpolitieke Alliantie Suriname, VEPAS. Deze stichting heeft samen met de organisatie Giving Back uit Nederland de jaarlijkse kerstviering van de Blindensoos ondersteund.